gisteren. Dus ik was helemaal happy dat hij dus eindelijk geleverd was. Toen at ik in één keer weer heel erg veel vlees. En toen ging mijn huid er zo slecht van. Zie ik er hartstikke veel bij nog. Een beetje naar links. Oh, hij is shiny. Paniek! Overal mensen hier. Kleine ja, het is fucking druk. 5 december, stress, echt, ambulances, politie waren er. No joke. Pruim. Ik had zo gehad dat het een pruim was. Je bent ook zo ja, snel, hoor. Jongen. Dat is gewoon ook echt niet oké. Okay. Ik doe dus de laatste tijd altijd mijn haar met zo'n föhnworstel. En misschien is het je wel opgevallen in de video's, maar dat mijn haar eigenlijk dan ja, veel mooier zit als zeg ik het zelf. En veel volumieuzer, veel minder pluizig. En ik heb dat ding echt al heel lang. Ik heb hem ooit bij Monica Geus in de vlog gezien. En sorry voor de haren die erin zitten. Maar ja, het blijft een borstel en in ieder borstel zit haren. Maar ik vraag me dus een beetje af of dit eigenlijk wel goed voor je haar is. Want mijn kapper zei laatst van niet eigenlijk. Omdat je dus je haar eigenlijk direct blootstelt aan de hitte die er vanaf komt. Dus, en het moet ook zeggen, het rook af en toe een beetje verbrand. Maar komt dat niet omdat die haren zeg maar die er echt in zitten dan misschien meer aan het verbranden zijn dan je eigen haar? Ik vraag me af, maar eigenlijk zou ik ook soort van gewoon van dat hitteprotect spul gebruiken. Zoals iemand er toevallig nog eentje heeft die echt goed werkt en waar je haar niet verpest van wordt. Want ik heb vroeger wel eens van dat protect spul gebruikt en dat ja, dat, daar ging mijn haar zo lelijk van zitten. Dus toen dacht ik, nou laat maar zitten. En als ik het dan zonder gebruikte, dan zat mijn haar veel beter. Dus ja, ik weet niet zo goed als iemand toevallig eentje heeft die wel echt goed werkt en ja, je haar niet lelijk maakt. Laat het me zeker weten. En als je misschien een andere tip hebt om op deze manier, want met een föhn en een borstel aan de slag te gaan, zo handig ben ik niet. Want daar heb ik 2 handen voor nodig, dus daar heb ik niet zoveel zin in. En ja, ik vind eigenlijk dat mijn haar hier wel heel mooi van zit. En het is lekker klitvrij. Dus ik ben er blij mee. Nu ga ik eerst even make-up doen. En dan gaan wij eventjes deze zooi opruimen. Het is best ernstig. Hier is het nog meer. Hoi. Wow, kom mij naar groente. Je kwam toch ook binnen? Halverwege. Make-up zit erop. Niet dat ik altijd veel gebruik, maar maakt niet uit. Ik heb een vraag aan jullie. Ik ga jullie even hier neerzetten. Ik heb dus een nieuwe jas gekocht. Alleen, ik had dus een jas gezien. Ik heb een bepaalde gele jas met een soort van ja, schildachtig logo hier, volgens mij in het bruin. Dat heb ik nu 2 of 3 keer voorbij zien komen. Gewoon als ik ergens was. Ik heb hem zelfs een keer in IKEA voorbij zien komen. En elke keer als ik het jas dacht van dat is, wordt mijn winterjas. Die jas wil ik als winterjas. Ik heb vorig jaar natuurlijk een bordeaux rode winterjas gehad. Alleen, dat is een beetje stom. Volgens mij was het tijdens vlogmas gebeurd. Maar het kan ook later geweest zijn. Ik had dus de jas aan. En ik ging met Marley vrijdagdressuur doen in de binnenbak volgens mij. Toen ik Marley laten liggen. En toen wil ik zeg maar, terwijl ik erop ging zitten, moest hij gaan staan. Alleen ja, zo'n lange jas die gaat over je kont heen. En als jij dan gewoon je benen gewoon zo hebt en je gaat in één keer op een paard zitten die gaat staan, dan gaan je benen in één keer zo en toen scheurde heel mijn rits kapot. Dus die jas heb ik kunnen weggooien, want dat ja, was heel moeilijk te maken volgens mij of zoiets. Dus ik moet een nieuwe winterjas hebben, maar ik vind mijn zomerjas, of dus die tussenjas die ik heb, die gele, vind ik zo leuk. En ik heb ook gewoon zoiets, ik heb natuurlijk niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor dan die blauwe winterjas van Spooks gehad. En dat vind ik ook gewoon zoveel leuker voor de film of zo. Als je een beetje een felle jas hebt. Dus ik wilde heel graag een gele winterjas. En ik had die dus gezien, maar ik had elke keer gewoon zoiets van waar verkopen ze die? Dus ik zat elke keer als ik zo iemand dus met die gele jas met dat logo hier zag, dan probeerde ik echt zo'n sneaky te kijken van wat er op dat logootje stond. Maar ik kon het nooit lezen. En toen zag ik er dus laatst ook met Madeleine, waar de stad liep hier zo, zag ik die jas dus gewoon bij de Only of bij de Vero Moda hangen. Dus het was gewoon een jas van de Only. Dus ik dacht, yes, ik heb hem gevonden. En als hij bij de Only hangt, betekent ook nog dat hij niet eens zo heel duur is en zo. En toen waren ze alleen nog maar in maat L en XL. En ik vroeg zo aan die mevrouw, komen ze er nog bij? Of heb je misschien nog een maat XS of S ergens liggen? En toen zei ze, nee, die worden niet meer geleverd. Dus ik dacht, shit.
Dus toen ben ik op internet gaan zoeken. En de enige jas die er een beetje bij in de buurt kwam, was die van Superdry. Ik zal hier even een foto plaatsen. Zo is hem hoe ik hem zag. En ik vond hem eigenlijk heel erg leuk. En eigenlijk lijkt hij op die foto ook heel erg op de jas die ik had gezien. Ik kon hem ook trouwens niet meer op de website van Only vinden. Maar die jas was echt, die van Superdry. Superdry is ook een heel duur merk. Was echt, nou, 190 euro of zo. En ik weiger eigenlijk echt om zowel schoenen als een jas, als een broeken of wat dan ook, boven de 100 euro eigenlijk kopen. Kijk, bij Nike Air Max kom je vaak rond de 120 euro. Ik heb dan mijn UX. Die kostte wel toen, ik heb ze volgens mij toen in de uitverkoop gekocht, 140 euro of zo. Maar goed, dat zijn, ja, net als mijn UX, die gaan nou echt al 6, 7 jaar mee. Die zijn er nog steeds, ze zien er niet meer uit, maar er zitten geen gaten in of wat dan ook. Weet je wel. Dus dan mag het ook wel. Maar eigenlijk vind ik een jas voor die prijs een beetje onzin. Dus ik ging in eerste instantie ook kijken of die bondkraag die erop zat niet van echt bond is. Want dan hoef ik hem al helemaal niet. Dus die was van nep bond. Dus daar was ik al blij mee. Want ik vind bondkragen, vroeger vond ik dat toen ik een jaar of 16 was, vond ik dat heel mooie bondkragen. Maar nu vind ik het echt vreselijk. Ja, ik weet niet. Ik heb eigenlijk, ik vind het echt, zodra een bondkraag op mij op je jas zit, haal ik het direct ervan af. Dus die bondkraag zat erop. Alleen, toen kreeg ik hem dus geleverd. Gisteren. Dus ik was helemaal happy dat hij dus eindelijk geleverd was. En hij zag een hele andere kleur in het echt dan op de foto. Op de foto was die echt geel. En in het echt is die meer bruin of zo. Weet je, hij is echt zeg maar heel donker, okergeel. Dus ik vind het eigenlijk te donker. Maar ik vind hem wel lekker zitten op zich. En misschien moet ik er gewoon eventjes aan wennen. Alleen dan komt het dus. Ik wil dus die bondkraag ervan afhalen. Alleen die bondkraag zit vast aan mijn capuchon. Normaal gesproken zit een bondkraag los en dan kan je gewoon van de capuchon afhalen en dan heb je gewoon nog eens een capuchon. Maar de bondkraag zit echt vast aan die capuchon, dus ik moet heel die capuchon ervan afhalen. Maar ik wil wel graag een capuchon hebben voor als het regent of zo, want ik heb een hekel aan regen en dan wil ik gewoon een capuchon op mijn hoofd kunnen doen. Ik heb natuurlijk niet altijd een paraplu bij me en zo. Dus ja, nu heb ik dus een jas zonder capuchon of ik moet hem met bondkraag doen. Maar ja, dat wil ik niet, want ik vind het echt gewoon spuuglelijk. Dus nu heb ik een beetje een struggle. Of ik hou deze jas en ik accepteer het maar. Maar ja, 190 euro. Of ja, ik moet eigenlijk gewoon even naar de stad toe gaan. Naar Utrecht of Arnhem of wat dan ook. En dan gewoon alle oliewinkels afgaan die er zijn. En hopen dat ze nog die maat hebben. Dat zou echt heel fijn zijn. Maar ik zal hem even aandoen. Ja, op zich is die wel gewoon echt lekker warm en stevig. Want meestal zijn natuurlijk die duurdere merken zijn wel van betere kwaliteit. Dus. Oh, lastig. Kijk, op zich is die wel gewoon oké. Is lekker warm. Ik vind dat logootje van Superdry op zich ook wel leuk. Dit is hem. Kijk, en ik moet zeggen, een winterjas is natuurlijk meestal niet echt heel mooi, zeg maar. Maar ja, ik vind hem voor een winterjas nog wel oké. En ik vind het gewoon een beetje altijd onzin. Als je zeg maar veel geld voor een jas betaalt, omdat het vaak wel een duurder merk is, vind ik het gewoon onzin als er zeg maar iets niet kan. Dus bijvoorbeeld dat de bondkraag er niet afgehaald kan worden. Want je kan toch niet ervan uitgaan dat iedereen uit een bondkraag wil lopen. Of ja, het is toch logisch dat je wel een capuchon aan je jas wil hebben, lijkt mij. Net zoals toen ik een beetje denk aan het voorbeeld dat ik laatst ergens at. En ik had aangegeven dat ik vegetarisch was. Ik ben niet vegetarisch, ik ben een vegetariër. Ik vertel jullie straks wel even over waarom, want volgens mij weet niemand dat van mij. En toen kreeg ik dus als voorgerecht vis. Maar ik eet geen vis, omdat ik het gewoon niet te vreten vind, vis. Ik vind vis echt super smerig. En heel veel mensen denken als je vegetariër bent dat je dan wel vis eet. Dus ik had zoiets, maar er was gewoon geen keuze uit voorgerecht van geen vis. Dus ik had zoiets van, je kan er niet van uitgaan dat iedereen vis lekker vindt. Want heel veel mensen vinden vis niet lekker. Dus ik dacht van, ten eerste, ik eet er al niet omdat ik vegetariër ben. En omdat ik vis gewoon niet lekker vind. Dus denk, ja, weet je, dat soort dingen snap ik gewoon niet. Je kan er niet van uitgaan dat mensen, iedereen zeg maar hetzelfde denkt. Als in dat iedereen ook een bond ding wil om zijn jas heen. Ik bedoel, als ik nou 20 euro die jas was of 40 euro, oké, maar ik ben al bijna 200 euro voor die jas. Dan moet ik dat ding ook gewoon af kunnen halen, maar dat gaat niet. Je zit er echt aan vastgestikt. Ook gewoon als ik het zelf ervan af zou halen, dan zou het lelijk zijn. Het zit er echt, nee, het zit echt lelijk. Ik kan er niet afhalen. Maar goed, ik ben dus sinds een maand, volgens mij, 2 maanden ben ik vegetariër. En dat komt omdat ik in maart was ik flexitariër geworden. Flexitariër is een, dacht ik, een bestaand woord, maar heel veel mensen kenden het niet. Flexitariër is eigenlijk dat je dus nog maar heel weinig vlees eet. Want ik had eerst bijna gewoon elke dag vlees. En zoals bijna iedereen in Nederland. En ik wil ten eerste zeggen, eet lekker wat je wil hoor. Ik ga absoluut geen preek houden dat jullie vegetariër moeten worden of veganist of wat dan ook. Eet echt lekker wat je wil. Maar
Toen ben ik in maart vegetariër geworden. Eigenlijk mijn reden om vegetariër te worden is niet per se dat het zielig voor dieren is en zo. Dat vind ik ook. Maar ten eerste omdat de vleesindustrie eigenlijk enorm schadelijk is voor het milieu. De vleesindustrie veroorzaakt meer vervuiling van het milieu dan alle auto's, vliegtuigen, schepen. Nou, al het vervoer bij elkaar. Dus dat, toen ik dat wist, toen schrok ik daar wel een beetje van. Want tegenwoordig het milieu wordt toch heel erg vervuild. Gat in het ozonlaag en zo. Dacht ik van, nou oké, als het vleesindustrie dat gewoon erger is dan alle voertuigen. Weet je, alle auto's bij elkaar. Dan ja, schrok ik wel een beetje van. Dus ten eerste ben ik daarom minder vlees gaan eten. En nou, zeg minder vlees als in 1 of 2 keer in de 2 weken. En thuis was ik eigenlijk helemaal gestopt met vlees eten. Ja, dat is gewoon heel handig als je boodschappen doet. Dan hou je dus gewoon geen vlees. Dus eigenlijk was het helemaal niet moeilijk. Maar als ik dus bij iemand anders at die er niet op gerekend had. Dan ga ik niet zeggen, oh ik eet het niet want er zit vlees in. Weet je wel. Daarom ben ik flexitariër. Dat als ik bijvoorbeeld uit eten ga en er staat niks lekkers op het vegetarische menu. Dan eet ik gewoon vlees. Dus zo was ik flexitariër. En toen in september is dat een beetje fout gegaan. Toen ben ik eigenlijk weer heel veel vlees gaan eten. En dat is dus de tweede reden waarom ik geen vlees meer eet. Ten eerste omdat het slecht voor het milieu is. En tweede omdat mijn huid er heel erg op gaat reageren. Ik merkte het gewoon heel erg in september. Toen at ik in één keer weer heel erg veel vlees. En toen ging mijn huid er zo slecht van. Dat ik echt dacht, oké, dat kan best wel goed daaraan liggen. En sowieso was ik al gestopt met varkensvlees eten. Want varkensvlees is volgens mij nummer 1 slecht voor je huid. Dus daar was ik sowieso mee gestopt met eten. En daarna heb ik dus volgens mij echt 2-3 weken heb ik helemaal geen vlees meer gegeten. En toen heb ik het 1 keer soort van per ongeluk gegeten. Ik had een tosti zonder ham besteld. En was dat heel stond. Ik kreeg gewoon een tosti met ham, dus ik was dat aan het eten. En echt bij een van de laatste happen heb ik in 1 keer door, wat fuck zit hier ham in? En ham is natuurlijk ook nog eens varkensvlees. Dus dat is het slechtste voor je huis. Ik had echt shit. Maar ik had het al bijna op. Ook super stond dat ik het echt pas zo laat door had. En toen dus een paar dagen later had heel mijn gezicht weer onder. Dus toen dacht ik, oké, gewoon voor mijn gezicht, voor mijn huid. Want ik heb natuurlijk best wel slechte huid. Stop ik met vlees eten. Dus ik ben nu 2 maanden gestopt met vlees eten. En ik vind het eigenlijk helemaal niet moeilijk. Want wij koken, Sjoerd en ik koken hier gewoon altijd zonder vlees. Want Sjoerd's zus was altijd heel lang vegetariër. Dus hij is ook wel gewend van thuis dat er vaak vegetarisch werd gegeten. En hij vindt het ook helemaal niet erg. Want tegenwoordig zijn er ook zoveel recepten. Gewoon vegetarische recepten. Ik had natuurlijk heel vaak gewoon iets. En ik moet ook zeggen, ik ga meer moeite doen om te koken. Waardoor ik lekkerder eten heb, om het zo te zeggen. Dus eigenlijk, en ik ben daardoor ook beter in mijn vel. Want ik ben ook wel wat aangekomen. Want hè, ik had natuurlijk ondergewicht. Dus eigenlijk vind ik het heel fijn. En natuurlijk, in restaurants is het vaak nog een beetje moeilijk. En Shorty eet bijvoorbeeld in restaurants of ergens anders eet hij wel gewoon vlees. Ja, daarvoor laat ik hem natuurlijk ook gewoon in zijn waarde. Maar ik heb gewoon gezegd, thuis eet ik geen vlees. En ja, als jij wel vlees eet, moet je daar zelf voor zorgen. Dus ja, dat zijn eigenlijk voor mij de redenen om vegetariër te worden. Ik zeg altijd vegetariër, maar het is natuurlijk vegetariër. Want ja, dus dat is mijn verhaal voor vandaag. Ik kijk, eigenlijk zoals ik me zo aan heb, vind ik hem eigenlijk wel heel erg leuk. Maar ik wil gewoon een capuchon eraan. En misschien kan ik vragen bij een... dat zou ik misschien wel kunnen vragen. Of bij een kleedmaakster of die de capuchon eruit kan halen. Ja, omdat het er niet heel raar uit te zien. Ik weet niet. Laat me weten wat jullie vinden. De hal die is zo goed als leeg. Het echt hier best wel heel erg. En heel de ondervloer, zeg maar. We hebben hier zo tapijt in waar je binnenkomt liggen. Ja, het was allemaal zaagsel was er uit de dozen en zo gevallen. Dus ik heb er eventjes stof gezogen. Alleen het probleem was dat er geen aansluiting voor het snoer daar zat. Dus ik had eventjes de overburen die daar zitten, had ik eventjes gevraagd. Of ik een stopcontact mag lenen. Want het is ja, wel zo netjes. Als je een rotzooi maakt, dat je het ook weer even opruimt. Dus heb ik even stof gezogen. En Shorty was dan de overige dozen die in de berging liggen. Oh, die is hij dus aan het opruimen. Want heel de berging die lag ook vol. Dus we hebben eventjes... heb je al iets gedaan? Of zeg maar in de auto gelegd? Je zit alles. Ik heb dingen in de auto gelegd. Oh mijn god. Het is gelukt met het stofzuigen. Ik heb de onderburen gevraagd of ik mijn stekker in hun stopcontact kon steken. Regen! Ik meest Sjoerd. Regen! Dat was toch nooit? Dus. En jij wil dat ik hier ga opliggen? Ja. Dat werkt toch niet? Oh, en dan kan je weer dingen op mij liggen en dan ga ik er tussenuit. Ja. Ik ben meelijden met je auto. Ja. Maar deze is niet veel.
Maar alsnog, hij wordt gebruikt als verhuiswagen of als Nederlandse afvalcontainer. Vuilniswagen. Mag ik erop liggen? Dat komt er niet meer uit. Jawel. Charming. Zie ik er hartstikke veel bij nog. Beetje naar links. Beetje naar links. Toppie. Ah, je ziet het niet. Zie je iets? Het is wel iets gezakt. Ja, wacht, stop. Stop. Je sloopt je auto dadelijk. Ik sloop de auto. Ja, oké, nu kan je naar links. Ja, oké. Konrad? Pas op voor je bumper, muts. Je zit ermee je schoen op. Oké. Okay. Yeah. Mission accomplished. Maar dit moeten we ook nog. Nou, niet zo vervelend. Ik moet hierheen. Ja, ik moet hierheen. Terwijl we deze dozen aan het uitpakken zijn, aan het verplaatsen zijn, komen er ineens allemaal surprise ideeën in ons op. Want Sjoerd die heeft, jij hebt de vriend van je zus, Thomas. En hij heeft eigenlijk ook zijn zus. Maar ik heb je tante en je oom. Alleen die oom die heb ik echt al 3 keer gehad of zo. Nee, 2 keer heb ik hem gehad. Dus ik ben eigenlijk een beetje klaar mee. Dus ik vroeg of Sjoerd kon wisselen. Dus ik heb nu Sjoerd zijn zus en hij heeft zijn oom. Maar ik weet niet, ik heb dit jaar echt gewoon 0 inspiratie voor surprises. Terwijl ik dus altijd super goed mijn best doe voor surprises. En ik noem mezelf altijd, ik ben de surprise queen, want... Dat maakt me niet helemaal uit. Wat? Zijn jij tot nu toe? Of... Van dit jaar? Ja, dit jaar, oké. Okay. Want ik heb er geen zin in. Maar normaal gesproken maak ik de beste surprises die er zijn. Al zeg ik het zo. Maar nu komen in één keer allemaal, als we al deze dozen zien, komen allemaal ideeën in ons. Of oh, van deze doos kunnen we dit maken, van deze doos kunnen we dat maken. Dus goede dingen. Want ik wist het echt niet anders. Dit is hoe nu de berging eruit ziet. Het is nog steeds echt een enorme zooi. Maar het is wel een stuk minder, maar het vallen losse dingen nu. En deze gaan we eventjes mee naar boven nemen, want deze wordt voor surprises gebruikt. En dan gaan we eerst even de eerste lading naar de vuilstort brengen. En eigenlijk wilde Sjoerd de rest ook nog vandaag doen, maar het is al 4:30. We moeten ook nog cadeautjes ophalen en van dat papier kopen. En weet je wel, dingen kopen om je surprise af te maken. Dus ik vind dat we dit wel lekker een andere dag kunnen doen. Op zich staat het natuurlijk niet echt pers in de weg. Alsof het in je huis staat, zoals eerst. Dus we doen gewoon lekker de deur dicht. Dat was het weer. Zijn we weer efficiënt. Always. Oh, wow. Doe het even normaal. Auw, je sloeg me. Wow, dit is best een nice hoek. Nice hoek? Ik moet even daar iets monteren, dat ik gewoon zo een camera kan staan. Dan kan ik gewoon met mijn... Ja, zal ik hem uitzetten? Een hooi familietje praten. Wij hebben net onze cadeautjes opgehaald bij de Bruna en gelijk papier gehaald. Ik heb echt super. Ik geef bijna altijd vaak meer geld uit aan mijn surprise dan dat ik geld uitgeef aan de cadeautjes. Het duurde me te lang. Wat? Wat duurde te lang? Ja, ik was aan het wachten tot die vrouw wegging, maar die stond te fucking 5 minuten later nog. Maar daarna gingen we boodschapjes doen bij de Albert Heijn. Bij een supermarkt. Je moet geen brandsponsoring doen. Oh. Of die auto. Kijk je geen jachtseizoen. Dan gaan ze altijd naar een fastfoodketen en niet naar de Mac. Mm, dat nou, is fucking stupid trouwens. Want dan vind ik bloedirritant. Zie je omdat in beeld overal McDonald's. En dan komt commentaar. Hij is nu bij een fastfoodketen. Zeg het gewoon. Ja, dat vind ik dus ook. Nee, ik zeg niet, oh, jullie moeten allemaal boodschap bij de Albert Heijn gaan doen. Weet je wel? Dat is best wel duur weer. Dat is toch anders dan dat je zegt, nou, we zijn net de boodschap gedaan bij de Albert Heijn. Nou, Hoogvliet is mijn B. Nee, Hoogvliet. Oh nee, ik zou ook geen negatieve dingen zeggen. Hoogvliet heeft niet mijn voorkeur. Oh, Hoogvliet heeft wel mijn voorkeur. Meer gewoon omdat ik naar de weg ken. Wat is je plan? Dit is zo onhandig. Waarom ga je niet daarheen? Gaat jullie nu echt serieus achter mij langskomen? Ja, maar nu staan we klem. Ja, ik wil niet gewoon aan de kant gaan. Hij kan gewoon, als hij nou gewoon even naar achteren gaat. Wat een ongeduldige... Hij. Zij. Tuurlijk is de vrouw. Oh ja, lekker dichtbij me. Al mijn piepies helemaal op slow. What the fuck doet zij? Echt, ik kan toch gewoon even wachten. Domme doos. Nou, zo gaat het altijd. Oh.
Ja, maar hij gaat achteruit in. Oké. Okay. Mag ook voor hem. Ja, dat gaat niet. Paniek! Overal mensen hier. Kleine ja, het is parkeerplaats. Fucking druk. 5 december, stress, ambulances, politie waren er. No joke. Ja, inderdaad, kijk hier. Ambulance, busje. Kun je het zien? Nee. Ja, nu wel. Oké, okay, nou, zo gaat het ongeveer bij ons in de auto altijd. Bij mij in de auto altijd. Ik scheld altijd iedereen ja. uit. Maar volgens mij doen meerdere mensen dat. Ik heb hulp nodig. Ja, jij hebt hulp nodig. Hoezo? Ik heb hulp nodig, met jou wil jij ze hulp krijgen. Wat? What are you talking about? Je hebt issues. Interview. Maar, waarom ik de camera aanzette, wat ik wilde vertellen, is omdat we mijn jas weer zagen in de Albert Heijn. Maar het was letterlijk die gisteren binnenkwam. Nee. Jawel. Nee, deze had dat bruine schildje waar ik het over had. En deze kon je wel die bondkrager van afhalen. En deze is ook 6 keer zo goedkoop. Hoeveel? En die vrouw die had volgens mij wel maat L of zo. Dus zij heeft gewoon mijn jas toen. Ik heb gewoon een maat. Noem je er nou dik? Nee. Body shamer. Dat zeg ik niet. Maar ik zij. Maat L. Maat L was gewoon zeg maar te koop in de winkel. En maat S is er niet meer. Dus het is body shamers voor de maat S mensen. Waarom? Omdat die jas er niet meer is. Oh. Nou, dit wordt echt 10 keer niks Go. Weer. Nee, want er komen daar toch allemaal auto's oh, ja. aan. Fucking creep nog en dan kunnen we het niet meer zien. Ja, dat kan ik niet meer zien. Oké, go. Hop. Gooi mezelf. Oh, nu staat het hier weer stil. Jongens, doe nooit Sinterklaas avond boodschap. Het is wel nice dat iedereen nu de hele tijd mijn onderkind zo boven in beeld ziet. Oh. Oké, zo wil je dat kappen? Oh, auto. Oh, mijn god. Wie was vergeten te schijnen? Kies? Je hebt echt hulp nodig. Hoezo? We zijn weer thuis en ik heb net heel het huis gestofzuigd en Sjoerd heeft de schoenen in de, hoe noem je dat, schoenen opberg, bankje, dingetje huis. Gedaan. Wat niet heel het huis. Met stofzuigen? Ja. Niet? Nee. Wat loop je nou te haten? Het is positief. Het is heel positief. Ik ben letterlijk overal met stofzuigen geweest. Dan ligt het aan, ja, badkamer, werkkamer, zelfs een berghok. Ik ben echt overal geweest. Ja, dan ligt het aan die stofzuiger dat hij niet alles meeneemt. Jij wilde geen stofzuiger van 300 euro. Goh. Maar goed. We hebben even hier zo de salontafeltjes weggehaald en zo. Want ons kleed is binnengekomen. Maar ik ben een beetje bang voor ons kleed. Want ik heb een wit kleed besteld. We zijn te bang dat het te wit is. Ik ben bang dat het te wit is. Misschien moet ik meer crème kleurig of zo. Want aangezien onze muren ook niet echt wit zijn. Wat? Gebroken wit zijn. Maar goed, we gaan het meemaken. Oh, de lucht. Is hij goed gekeurd? Ik denk het wel. Ik vind het wel nice. Wel chill. Alleen, het past niet makkelijk te vinden, helemaal trouwens. Ja, echt makkelijk. Alleen, dit is. Ja, dit is een beetje jong. Ja, niet bakstenen. Zij is hier staan? Zo? Ja, hij wilde een avond blijven staan, zeker. Grappig, joh. Hij is wel echt. Diepst van mijn hart. Zo zit onze relatie in elkaar. Onze relatie hangt okay, bij elkaar deze. Van haat. Zo gemeen. Je moet een goede voorbeeld laten zien hoe een couple girls, goals werkt. Nee. Zo gemeen. Grappig joh. Ja, oké. Okay. Het is wel lekker als je zit. Zitten. Maar het proces nu van met de bank zo. Dat moest elke keer halen als ik er langskom. Want nou weer dat hij op mijn clip mag. Dat wordt een probleem. Dat kan wel, en dan stofzuig ik daarna het kleed. Maar nee, ja, met dat zand en die modder en zo. Ja, dat krijg ik echt niet goed uit. Ja, of je moet de plastic overheen leggen. Grappig. Serieus. Hoe wil je dat ik hier plastic overheen leg? Gewoon die tafeltjes eraf en dan gewoon even zo'n doorzichtig plastic dingetje eroverheen. Ja, als hij hier op gaat lopen nadat je in het bos geweest bent, dan kan je de kleed weggooien. Dat is waar. Kom, we gaan de tafel cute dekken. Ja, dat is goed. Okay.
goed op. Ah! Oh, die is zo mooi. Hetzelfde die ding. Ik heb nog wel minder mijn best gedaan de eerste ronde. Niet te snel, niet te snel. Ja. Ja, andersom draaien. Alsjeblieft pruimen, alsjeblieft pruimen. Ik had zelf altijd de pruim was. Je bent ook zo snel, jongen. Dat is gewoon ook echt niet oké. Okay. Maar dan hoef je toch maar één kaart weg te geven. Eén ja, dat klopt, versus, maar dan kunnen we wel weer verder. Kut. Ja! Ja, helaas. Gewonnen! Voor de tweede keer. Wat is jullie reactie? Nee, ik reageer niet. Deze. Ik wil niks met jou te maken hebben. Dat is zo gemeen voor me. Ik mag nooit meer meedoen met spelletjes. Ik ga een spelletje zonder vee. Ik ben altijd te goed mee in spelletjes. Oké, doei. Doei. Rakker, kom. Kom. Rakkertje. Zullen wij samen iets gaan doen? Oh, hij loopt ook voor me weg. Rakker, kom maar meespelen met ons. Poepje. Misschien is hij een beetje, hoe noem je dat? Niet camera schuw, maar noem je dat wel zo? Fotogeniek. Je hebt je camera's goed, poepje. Nee toch? Nou, als je de koekje bijhoudt, dan komt hij. Waarom mensen jouw spelletjes binnen? Mm. Een koekje voor je, kijk eens. Moet hij wel eens iets wat doen, hè? Eerst een box. Eerst een box. Kom hier, ja, maar hij moet even hier komen. Spanker, kom hier. Kom hier. Zitten. Zitten. Box. Ja! Oké, dan niet. Dan niet. We zijn nu Monopoly aan het spelen, maar het is een nieuwe versie. Want het is met bankpas dingen, met creditcard, zo'n dingetje. En deze. Alleen, ik was dus een beetje bang voor Monopoly. Want normaal staat een spel waar je echt gewoon 4 uur aan het spelen bent en dan nog steeds niet afgelopen. Maar hoe lang hebben we dit gespeeld? 3 kwartier of zo? Nee, nog niet eens hoor. Een half uurtje. En nu is het al afgelopen, omdat dus hij failliet is gegaan. En dan zegt dat ding automatisch dus dat zij gewonnen heeft. Maar dan kunnen wij ook gewoon niet meer verder, zeg maar. Normaal gesproken dan gaat hij failliet, prima. Dan kunnen wij nog met z'n drieën verder spelen, maar nu is het gewoon klaar. Het is op zich wel grappig. Het speelt wel chiller dan de oude Monopoly. Ja. Ik ben het wel sterk, hè? Vooral als je wint. Esmee en Peter en Rakker natuurlijk, die zijn net weg. Sjoerd ligt hier lekker onder een dekentje. De bank. Een heel duur dekentje. Heel duur, ja. Zo grappig, we waren zo bij de Quantum om, ik weet niet eens meer, een prullenbak te halen volgens mij. En we liepen zo binnen en we zagen dus die kleedjes liggen. En dus in die okergeelachtige en in die kleur die wel redelijk matcht bij de muur. Volgens mij, ik heb die kleedjes die ook eerder laten zien. En we dachten gewoon, oh, dat past bij de bank. Of dat past gewoon bij de inrichting. Dus die nemen we mee. En we hebben nog niet naar de prijs gekeken. Toen was er dus iets met onze prullenbak. Want er zat een deuk in. Dus toen bracht ik hem terug. Dus ik keek ze op het bonnetje. En zag in één keer dat die kleedjes €25 per stuk kosten. Ik heb gewoon €50 aan kleedjes uitgegeven. Toen dacht ik in één keer, waarom hebben we niet naar de prijs gekeken? Maar aan de andere kant, ze zijn wel heel fijn. Dus ja, misschien maar goed dat we gewoon niet naar de prijs hebben gekeken. Want we hadden ze waarschijnlijk niet gehaald. En nu zijn we er zich wel blij mee. Maar goed, verhuis is toch al duur. Dus dit kan er nog wel bij. Maar ik ga de video afsluiten, want ja, wij gaan straks lekker slapen. En ik heb vandaag wel leuke dingetjes laten zien. En misschien ga ik morgen wel weer filmen en ga ik vanaf dan bijna elke dag filmen. Maar moet ik eventjes kijken, want het is aankomend weekend Sinterklaas. En dan gaan we niet heel veel doen, denk ik. Want we zijn bij je ouders dan en daarna zijn we bij mijn ouders. Geen paardjes. Waar ik trouwens nog iemand voor moet regelen, nu ik dat zeg. Dat ze even stal uitmesten en dingen geven. Want Johan die komt alleen maar, Jan, ik weet niet of ze het in haar eigen video heeft uitgelegd, maar Jan die studeert in Wageningen. Dus in de weekenden is ze gewoon thuis, ze woont in Brabant. Dus door de week zeg maar kan ze altijd komen naar mijn paarden, maar in de weekenden kan ze dus nooit komen. Maar in de weekenden kan ik in principe altijd, maar ja, nu ben ik dus weg. Dus kan het niet. Dus daar ga ik nog even een oplossing voor verzinnen. Maar goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en zie jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei! Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Want eigenlijk wil ik de vlog afsluiten. Maar ik zit even op mijn laptop. Ik zit gewoon even een beetje mijn video's te editen en zo. En ik zit dus op internet. Ik heb gewoon, we hebben natuurlijk nog steeds geen wifi. Dus ik heb gewoon internet van mijn telefoon gekoppeld aan mijn laptop. En ik kom in één keer de jas tegen die ik wilde hebben. En ik had gewoon Only ingetypt. En het staat niet op de website van de Only. Het is aboutyou.nl.
Alleen, kijk even bij mij mee. Dit is dus de jas die ik wil hebben. Kijk, geel met dat soort van bruine schildlogoetje, zoals jullie hier misschien zien. Hij is hier €100. Ik had hem goedkoper verwacht, maar goed, het is beter dan €180. Alleen hier jouw maat en dan zijn al deze maten er niet meer. Dus ik heb wel gewoon even mijn mailadres ingevuld. Dat ik dan een bericht krijg als hij er weer is. Dus dat is wel even een beetje jammer. Dus ik hoop dat hij nog terugkomt. En ik ga nu even verder zoeken op internet of hij misschien ergens anders te krijgen is. En anders ga ik wel dit weekend dus naar de winkels. En hoop dat ik hem daar nog ga tegenkomen.